Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Donderdag. Wij zijn even de vuilnis buiten aan het zetten. Het is echt heel vroeg. Maar we hebben een afspraak voor onze badkamer. Nou jongens, we zitten inmiddels in de auto. Zoals ik net al zei, we gaan vandaag op badkamers kijken. Ja. Waarschijnlijk natuurlijk ook een toilet onder. Echt heel veel zin in. We weten wel ongeveer welke kleuren we willen. Ja. Maar we hebben nog niet echt een specifiek badkamer gevonden op of Pinterest, of waar ook, die we echt 100% mooi vonden. De wc beneden, maar dezelfde tinten als de badkamer. Ja, ik denk het wel. Ja, ik ga toch niet boven een heel mooie... Nee, waarom ik dat zeg, is omdat wij zeg maar eigenlijk nog niet eens weten wat voor tegels we beneden gaan doen. En dat de tegels van de brede voor de wc. Ja, maar het is niet zo de knooie tegels, schakjes. Nee. Hoe dan ook, past allemaal wel bij elkaar qua kleuren. Ja, okay. Yes! En daarvoor moeten we best wel lang rijden. 1 uur en 10 minuten om precies te zijn. Gezellig, een roadtrip. En het leuke daaraan is dat we langs Starbucks komen. En zoals je ziet gaat het dus nog niet zo heel goed om mijn huid. Ik heb weer een sweater aan, maar ik heb dus die allergiepillen gehad. Okay. En ik heb het gevoel dat ze helpen tegen de jeuk. Echt? Ja. Nice. Dus ik heb iets beter geslapen vannacht, omdat de jeuk iets minder was. Dus ik hoop dat het elke dag wel beter gaat. En dan ben ik over 2 weken inshallah fit, want dit duurt echt te lang. Kijk, ik ga helemaal stuk. Wij hebben dus onze katten vandaag voor het eerst samen zien liggen. Oh my god, kijk één keer. Ik had een deken en die moest nog gewassen worden. En zij zijn er gewoon op gaan liggen vannacht. Ik ga helemaal stuk. Hi schatje, dat doen ze echt nooit. Trouwens, ik snap echt niet dat ik een plukje heb gedaan voor mijn gezicht. Ik deed het plukje, ik ga helemaal stuk. What the fuck is dit? Yes. Oh, yeah. Heel mooi, thank you. En mijn man vindt het tenminste, vindt het mooi? Oh ja. Yeah. Dat is sarcastisch. Nee, nee, maar je look, look Spanish. Oh ja. Yes. Oh, een trappetje erbij. Guys, we zijn er. Dit is de eerste badkamer. Oh ja. Ze hebben hier dus als schuiming gedaan. Ik ga helemaal stuk. Zo leuk. Guys, het is zo'n mooie badkamer. Kijk, allemaal verschillende douchekoppen. Goud, brons. Zwart heb je hier. Hoe maak je een keuze? Zo moeilijk, hè? Zoveel. Hoe maak je een keuze? Wil je gewoon een witte wc? Hey guys, wij hebben onze badkamer uitgekozen. Oh, oh, het was echt een hele gedoe. Maar besef je dat wij gewoon 3 uur bezig waren? Ja, ik ben ook echt gewoon moe. Tegels kiezen. De douchekop, de We hebben niet alleen de badkamer, we hebben badkamer, we hebben wc, ja, en woonkamer. Badkamer, toilet hebben we uitgekozen en de tegels voor onder, zeg maar. En het wordt echt zo mooi. Ook hier weer met een heel ander idee, zeg maar, ingegaan. En dan daarna allemaal andere details toegevoegd. Maar het is echt zo mooi geworden. We hebben het trouwens gedaan. Hoe heet het hier, Nes? Tegeldepot. Tegeldepot. Echt heel goede service. Echt een aanrader. Ze hebben ons echt zo goed geholpen. Dus ja. Bedankt, Shahid. Hey. Echt heel blij. Echt heel blij. Want we kwamen gewoon echt blanco binnen. We wisten alleen maar welke kleuren we wouden. Ja. Yeah. En nu hebben we gewoon echt... Ik vond het zo grappig dat we... Shahid alles uit zijn hoofd kende. Ja, al die namen van alles. Nou, hier is het jongens. Het is waar zitten welke plek? Zeewolde. Zeewolde, maar ze hebben meerdere vestigingen in Nederland. Ja, maar ze hebben echt letterlijk alles. Weet je, soms heb je dat je ergens binnenkomt en je denkt van ja, maar wat ik wil hebben ze hier net niet. Ze hebben echt zoveel keuze jongens. En ja, ik ben echt heel happy. Oh ja, Zeewolde. We zijn aangekomen voor Nesim's opnames hier. En ik ben echt zo cranky, want ik heb zoveel honger. Ik heb niet ontbeten. Ik ga gewoon echt dood. Het is nu 4. Ik ben dus gewoon echt niet te doen als ik honger heb. En vooral als ik dan op Nessie moet gaan wachten. Ik kan dat echt niet. Sorry guys. Ik heb er echt te weinig geduld voor. En ik moet gewoon energie hebben. Dus ik pak Nessie in de auto.
naar de eerste beste tankstation, want alle horeca is sowieso gesloten. Het enige wat je hier kon bestellen is Domino's pizza. Ik dacht, nou ja, prima, ik heb fucking honger. En die bezorgen dus niet hier in deze streek. Dus ik denk, ik ga lekker naar huis. Guys, ik ben weer teruggereden. We hebben eten gefixt hier. Zo, ik heb lekker gedoucht. En ik ga me nu even lekker insmeren met bodycrame. Echt even heerlijk, ik heb me even voorgenomen. Om morgen echt even mijn haren weer los te doen. Ik mis het echt gewoon. Ik wil gewoon weer lekker goed eruit zien. Ik heb er echt gewoon weer zin in. Echt zo lang niet gehad, sinds ik me eigenlijk niet zo oké voel met die huiduitslag en alles erop eraan. Ook heb ik eigenlijk helemaal niet zo goed voor mezelf gezorgd. Even starten met mijn outfit post en alles. Ik heb een lekkere salade gemaakt met tomaatjes, bonen, rode ui, citroen, olijfolie en augurkjes. Ja, dit is het resultaat van zoveel eten en drinken. Zullen we zo een courgette maken? Nee. Ik ben het zat om vies te eten. Je hebt gelijk. We zin in fruit en komkommer en water. Ik heb er echt weer zin in, man. Dan denk ik bij deze de vlog ook afsluiten. Weer een korte vlog. Maar ik hoop dat je het leuk vindt. Doei doeg!